Ik ben Jack Kamminga. Ik ben vrijwilliger op het Robinson Crusoe eiland. Voornamelijk ben ik zeilvrijwilliger. Dus ik zeil met de mensen. En in de avonduren dan maken we rondtochten over de plassen. Waarbij ik een paar dingen over de plassen kan vertellen. Want ik woon hier namelijk aan de plas. Ik vind het gewoon een heel goed doel. Het feit dat je die mensen een onvergetelijke dag kan bezorgen. Want dat is wat je doet. Dan maakt mijn hart een sprongetje. Mijn werkzaamheden die bouw ik langzaam af. Want ik begin de pensioengerechtigde leeftijd te benaderen. En dan kan ik hier nog veel meer zeilen. Je hoort de ganzen. Het is midden in het natuurgebied. Dat alleen al is een feest om te zijn op het eiland. De rondvaren over de plassen. De vrijheid genieten met elkaar. En ik probeer zoveel mogelijk dat zij zelf de boot sturen. Dus ze zijn ook heel erg actief in de boot. Dat maakt het voor hen natuurlijk extra leuk. Twee Belgische dames die waren hier. En die namen afscheid van mij. En toen zeiden ze van, dit was de mooiste dag van mijn leven. Het geeft heel veel voldoening. Als je een dag op het water geweest bent met die mensen. En die hebben ervan genoten. En die nemen zo afscheid van je met een brede glimlach. Dan ga ik met een brede glimlach naar huis. De accommodatie is echt fantastisch. Het eiland dat is uniek in de Loosdrechtse plassen. De accommodatie zelf, dus de gebouwen, die mag wel een opnamebeurt gebruiken. En daarvoor doen we onder andere deze sponsoractie. Dus als je wat geld over hebt, doneer aan het goede doel.